bij Kennisdebat. Mijn naam is Tamara Slief en vandaag praat ik met hoogleraar Ed Nozeman, hoogleraar vastgoedontwikkeling. Binnenkort neem je afscheid op de Universiteit van Groningen. Ja. En we willen toch eigenlijk nog met je praten over de thema's, ongemakkelijke thema's in de vastgoedwereld. Eind vorig jaar was er een grote inval van het FIOD bij verschillende bedrijven. Grote fraude. Wat is er in de vastgoedwereld aan de hand? Fraude is van alle tijden en van alle culturen. Dat komt al heel lang voor. En Nederland vormt geen uitzondering. Laat dat duidelijk zijn. Alleen zijn we natuurlijk als samenleving toch op uit om dat zo beperkt mogelijk te houden. En voor zover het ontdekt wordt, ook de overtreders nadrukkelijk daarvoor te straffen. Maar nog beter proberen dat te voorkomen. Dat is aan de orde. En wat aan de orde is, is aan de ene kant moraal, mentaliteit en aan de andere kant regelgeving. En in die combinatie, daar zou het over moeten hebben, dat is nadrukkelijk voor verbetering vatbaar. Allereerst moraliteit, wat is daar aan de hand? Waardoor wordt de vastgoedsector gekenmerkt? Snelle jongens. Dat ook. Vooral, er gaat heel veel geld om. Transacties waar miljoenen over de tafel schuiven, dat is één. Niet heel erg transparant. Wat vastgoed waard is, is niet altijd makkelijk vast te stellen. Het ene stuk vastgoed is toch iets anders dan het andere stuk vastgoed. Er zijn veel partijen bij betrokken die allemaal belang hebben bij een deal, bij een transactie. Dus die allemaal op de loer liggen om er wat aan te kunnen verdienen. Dus dat zijn ingrediënten die ertoe leiden dat er nog wel eens met de eerlijkheid een loopje wordt genomen. En je had het ook over regelgeving. Ja. Wat moet er in de regelgeving gebeuren? In de regelgeving voor wat betreft de bedrijven zelf. Het gaat niet om de kleinste bedrijven. Het bedrijf wat nu aan de orde is, is een van de grotere pensioenfondsen. En de verkopende partij, of de inkopende partij, is een van de grotere asset managers, beleggers. Kortom, het gaat om partijen die een eerbiedwaardige positie in de vastgoedwereld innemen. Maar het gaat natuurlijk om het handelen van individuen binnen je bedrijf. Het is dus heel goed mogelijk dat, hoewel het bedrijf zelf bepaalde businessprincipes heeft, de betreffende medewerkers daar zich toch niet toe voelden aangesproken of van mening waren dat het eigen belang toch boven het bedrijfsbelang ging. Maar wat moet zo'n bedrijf dan doen? Ik denk dat met name bij die bedrijven aan de orde is de wat dan in het Engels heet compliance. Zorgen dat het handelen van individuen gecontroleerd kan worden. En wel zodanig gecontroleerd kan worden dat er niet 1-2'tjes tussen een aantal partijen kunnen plaatsvinden. Waarbij in feite de leiding van het bedrijf, van de betreffende deal, niets of te weinig afweet. Dus dat is nadrukkelijk aan de orde. Dus veel meer checks en balances, controlemechanismen binnen de organisatie. Wie zijn nu eigenlijk de grote verliezers? Er zijn natuurlijk een aantal verliezers. Het bedrijf wat in deze verkocht heeft, is een verliezer omdat hij te weinig, althans als de aanklacht van justitie juist blijkt te zijn, dan is er voor een te laag bedrag, een veel te laag bedrag verkocht. Maar de verliezer is natuurlijk ook de vastgoedsector als totaal. Wij staan niet goed bekend, althans dit soort incidenten doet geen goed aan het imago van zijn degene die de pensioenen, want het was ook een pensioenfonds, zijn degene die pensioenen bouwen uiteindelijk ook niet een verliezer? Uiteindelijk mondt dat uit in lagere rendementen, want de verkoopopbrengst is voor een deel bij degene terechtgekomen bij wie dat niet het geval was. Dus een klein groepje rijken wordt steeds rijker en de grote massa wordt een beetje armer. Als je dit heel scherp zegt, zo scherp zou ik het niet willen stellen, maar vooruit voor deze discussie lijkt me dat niet een stelling die onwaar is. Ja. En wat moet er dan gebeuren? We moeten wat aan de mentaliteit van mensen doen, dat is één. Dat heeft te maken met opleidingsprogramma's, dat heeft te maken met het selecteren van je personeel. Maar het heeft ook nadrukkelijk ook te maken met een veel betere interne regelgeving.
En nou ja, wat betreft de witte woordcriminaliteit, daar mogen best wel wat strengere straffen voor worden gegeven. Dus u stelt eigenlijk voor, de witte woordencriminaliteit in de vastgoedsector moet worden aangepakt om het imago te... De witte woordencriminaliteit sowieso. Ja. Fraude, dat is een vorm van witte woordencriminaliteit. Maar het heeft ook te maken met moraliteit, met mentale instelling, met een houding ten opzichte van je eigen bedrijf. Dat zou ook een stuk beter mogen. En dat heeft te maken met selectie van je medewerkers. Dat heeft te maken met fraudebestendigheid van je medewerkers. En dat heeft ook te maken met de aandacht die je er als samenleving en als opleidingsinstituut aan wijdt. Dus veel te verbeteren. Oké, dus eigenlijk moeten de vastgoedjongens opnieuw worden opgevoed? Terug naar opvoedings- opleidingsinstituut. Oké, okay. Ja. Dankjewel.